Goedenavond. Goedenavond. Een nieuwe aflevering van Park Politiek, het politieke programma van AT5 en het Parool. Met vanavond snorscooters, want gaan ze nou naar de rijbaan of niet? En we gaan het hebben over de zorg, want krijgt iedere Amsterdammer na 1 januari nog wel de juiste zorg? En de vraag is ook, komt er een brug over het IJ naar Noord? Daar gaan we het over hebben. Vandaag in de uitzending Femke Rozema van GroenLinks, Maarten Porter van de Partij van de Arbeid en verkeerswethouder Pieter Lietjens van de VVD. Ja, meneer Lietjens, bent u eigenlijk wel eens van uw sokken gereden op het fietspad door een scooter? Nee, ik ben zelf nog niet van mijn sokken gereden, maar misschien komt dat ook een klein beetje omdat het voor mij ook echt wel lang geleden is dat ik veel in Amsterdam heb gefietst. Ja, maar u onderkent wel het probleem met ja, scooters. Ik heb de laatste weken heb ik het een paar keer wel weer geprobeerd. Ben ik op de fiets door Amsterdam gegaan, ook op drukke momenten. Ja, en dan verbaast het mij wel hoe druk het is geworden in de afgelopen jaren. En hoe weinig ruimte er eigenlijk is. Ja, gisteren in de Tweede Kamer debat over de snorscooter. Want Amsterdam wil eigenlijk die snorscooter naar de rijbaan met een helm op. En daarvoor moet Den Haag mogelijk maken dat er een lokale helmplicht kan worden ingevoerd hier. Ja, dat was toch een debat wat niet helemaal goed liep, denk ik, voor Amsterdam. Het lijkt toch een beetje op dat er misschien wel een kamermeerderheid tegen is. Hoe heeft u naar dat debat gekeken? Nou, ik heb het beluisterd en ik heb geconstateerd dat het een kritisch debat was. Dat er veel vragen zijn gesteld. Wat ik ook merk is dat de meeste Kamerleden zich realiseren dat er een probleem is, dat om een oplossing vraagt. Alleen, er zijn verschillende meningen over wat nou de juiste oplossing is. Ja, mevrouw Rozema, ik neem aan dat u toch ook een beetje in een half oog heeft gekeken. Werd u een beetje ongerust van dat debat? Ja, zeer ongerust, want het is nog niet geregeld. En ik vind het heel Amsterdam wil dat de scooter van het fietspad naar de rijbaan gaat. Alle politieke partijen zijn voor. De VVD-wethouder is voor, de VVD-minister is voor. En daar houdt de Kamer het tegen. En ja, dat zou ik toch wel heel erg zonde vinden als het niet doorgaat. Ja. En u, Maarten Porter van de PvdA, wat vindt u ervan? Nou, ik vind dat de veiligheid op fietspaden echt snel veel beter moet. Ik ben ook nog nooit van mijn sokken gereden, maar ik heb 2 kleine kinderen. En je maakt je echt heel erg veel zorgen dat het een keer gebeurt. En het wordt steeds erger, naar mijn idee. Dus we moeten fietsers echt de ruimte gaan geven. En Amsterdam is niet te vergelijken met de rest van Nederland wat dit betreft. Dus echt snel hier met maatregelen komen. Ja, meneer Lietjens, een opvallende rol voor de VVD. Want u als VVD-wethouder wil het dus, de VVD-minister wil het. Maar ja, haar eigen fractie lijkt niet te luisteren. Laten we even kijken naar mevrouw Visser, want die spraken wij gisteren in de Tweede Kamer. Wij zijn niet voor omdat je langzaam verkeer dan gaat verplaatsen naar snel verkeer. Gemotoriseerd verkeer, 25 kilometer versus 50 kilometer. En onduidelijkheid qua regels. Want in de ene straat mag het wel, in de andere straat mag het niet. In de ene gemeente mag het wel, in de andere gemeente mag het niet. Ja, meneer Lietjens, zit daar toch ook niet wat in? Het is onveilig, zegt zij, en ook onduidelijk. Nou ja, kijk, er is een veiligheidsprobleem op dit moment. Dat constateren we heel duidelijk. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met een snelheidsverschil. Een snelheidsverschil tussen snorscooters en fietsers op het fietspad. Waar fietsers een hele kwetsbare categorie zijn. Als het gaat om het feit dat je in de ene gemeente een andere situatie hebt dan in andere. Dat hebben we met de decentralisatie zo dadelijk ook. En misschien is het ook goed om in herinnering te roepen dat toen de brommer naar de rijbaan moest of naar het fietspad moest, er ook proeven zijn gehouden in een 7-tal gemeenten. En die proeven die zijn na 9 jaar geëvalueerd en die bleken heel positief te zijn. Dus het zou mooi zijn als de Kamer de komende maanden of de komende weken tot de conclusie komt dat het de moeite waard is om zo'n proef ook in Amsterdam te doen. Ja, dat klinkt als een helder verhaal. Waarom lukt het dan niet om de VVD-Kamerfractie daarvan te overtuigen? Nou ja, goed, wij zijn nog niet klaar. Er is gisteren een algemene overleg gehouden. Dat is niet het sluitstuk. De minister heeft heel nadrukkelijk aangegeven met een voorstel te willen komen. Dus wij gaan er ook vanuit dat de minister met een goed voorstel zo dadelijk komt en in staat zal zijn om de Kamer te overtuigen. Ja, maar meneer Lietjens, is het toch niet een beetje gênant voor uw partijen dat u toch niet gezamenlijk optrekt in dit dossier? Nou, ik weet niet wat gênant is. Wat ik gênant zou vinden is als de Nederlandse democratie zo werkt dat als ik een partijgenoot ergens op aanspreek, een partijgenoot in de Tweede Kamer in de houding springt om ja te zeggen. Dat zou gênant zijn. In mijn ervaring in ieder geval, en ik heb 2 jaar ervaring in de Tweede Kamer, is dat Kamerleden zich niet de wet voor laten schrijven, maar dat Kamerleden doorgaans de wet schrijven. Ja, maar als de VVD niet van mening verandert of een andere partij, dan kan het zo zijn dat die hele lokale helmplicht niet doorgaat. Als ik zo keek naar het debat, lijkt het toch heel erg te hangen meer op de SP dan op de VVD. Wat gaat u doen om die SP ook warm te maken voor dit voorstel? Nou, wij zijn gezamenlijk bezig. Ik denk dat we in Amsterdam kunnen constateren, en dat is zojuist door de heer Porter en mevrouw Rozema gezegd, het wordt breed gedragen.
Een hoop Amsterdammers hebben zich hier de afgelopen tijd voor uitgesproken. In de politiek, de burgemeester, het vorige college, het huidige college, de vorige raad en de huidige raad. Dus ik merk ook dat mijn collega's van de SP hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat zij die argumenten die we hebben, en die goede argumenten zijn, dat ze die ook overbrengen aan hun fractie. Ja, maar de SP zegt in de Tweede Kamer van we willen dit eigenlijk koppelen aan de 30 kilometer zone vanwege dat snelheidsverschil. Snorscooter mag eigenlijk 25 en die vinden dat als dat op een weg met 50 is, dat dat gewoon gevaarlijk is. Hoe staat u daarin? Wat vindt u ervan om heel Amsterdam te veranderen in een 30 kilometer zone? Nou, ik ben daar niet de grote voorstander van. Oh. Ik denk dat een heleboel mensen dat niet prettig zullen vinden. Nee. Ik zie ook wel dat er routes zijn. Een Wieboudstraat bijvoorbeeld, waar het niet per se handig is om de snorscooter naar de rijbaan te verplaatsen. Nou, het is heel goed mogelijk om dat daar niet te doen en het op andere plekken wel te doen. Dus wat dat betreft is er wel enige variatie mogelijk. Maar de SP zegt eigenlijk, we stemmen alleen voor als het in 30 kilometer zones gebeurt. En daar bent u dus niet zo'n voorstander van. Dus. Nou ja, als het in 30 kilometer zones gebeurt, ik denk dat het ook goed is om te constateren dat ongeveer 81% van de snorscooters zich niet aan de 25 kilometer per uur houdt en harder rijdt. We hebben het over 40, 45 kilometer per uur. Ja, maar dat is inderdaad het probleem. Hè? En dan zegt CDA-kamerlid Sander de Rauwe, die zei ook gisteren, ja, maar Amsterdam die handhaaft gewoon niet genoeg. Er staan niet genoeg mensen op straat die snorscooters bonnen uitdelen en ze eens even erop wijzen dat niet mag. Dus Amsterdam doet eigenlijk helemaal niet genoeg aan die scooteroverlast. Nee, ik denk dat dat een beperkt beeld is dat de heer De Rauwe heeft van Amsterdam. Dat neem ik hem op zich niet kwalijk. Ik begrijp dat ook wel een klein beetje. Zegt. Nou ja, ik weet niet wat zijn interpretatie is van veel of weinig. Maar wij besteden een kwart van al onze verkeershandhaving aan het snorscooterprobleem. Dus het is niet zo dat we weinig doen aan handhaving. En tegelijkertijd constateer ik dat in 2012 50%, in 2013 56% van alle snorscooters één of meerdere keren staande is gehouden. En dat nog steeds 81% te hard rijdt. Maar misschien is het ook goed om aan te geven dat wat de heer De Rauwe doet is constateren dat er slechte wetgeving is. En vervolgens zeggen dat we het met handhaving moeten oplossen. En dat is een beetje een rare situatie. Ja, laten we even van het doemscenario uitgaan. Stel dat dat wetsvoorstel er niet doorheen komt. Wat zegt u dan? Zegt u dan, ja toch, dan maar zonder die helmplicht, hup, naar de rijbaan scooters? Dat lijkt mij een hele onverstandige beslissing. Want zoals de heer Poorter zei, het is een veiligheidsprobleem op dit moment. En dat snelheidsverschil is een groot probleem. Ik denk dat het Amsterdam denkt, wij denken dat het op een veilige manier kan door de snorscooter naar de rijbaan te verplaatsen, maar dan wel met een helm op. Ik zou het heel onverstandig vinden om het ene veiligheidsprobleem in te ruilen voor het andere veiligheidsprobleem. Ja, wil ik toch even naar mevrouw Roosma gaan, want volgens mij is uw partij daar wel voorstander van om toch die snorscooter dan maar naar de rijbaan te sturen, dan maar zonder helm. Ja, het liefst dan wel bij 30 kilometer zones, zodat het inderdaad veilig kan, want dan is het verschil tussen 30 kilometer en de scooter mag 25 kilometer, hoewel ze heel vaak en bijna altijd harder gaan, is dan niet zo groot. Dus dan kan het in onze ogen wel veilig. En we moeten ook bedenken dat op dit moment, het is niet alleen onveilig voor fietsers, maar ook heel erg ongezond. Want die rijden achter zo'n scooter, die ademen die ultrafijnstof in. En dat is gewoon heel erg slecht voor de gezondheid. Dus we moeten ook rekening houden met de gezondheid van de fietser. Dus, ja. Meneer Leetjes, is het toch niet een beetje een blamage? Want de burgemeester zei begin het jaar nog bij Buitenhof. Dit jaar gaat het gebeuren. Nou, ik moet het nog maar zien of het gaat gebeuren. Ik denk dat we dat allemaal nog moeten gaan zien of het gaat gebeuren. De burgemeester heeft een gevoel uitgesproken dat bij een heleboel Amsterdammers leeft. Volgens mij is dat ook de verantwoordelijkheid of de plicht eigenlijk van een burgemeester. Ik zou het een blamage vinden als hij dat niet had gedaan. Als hij die wens niet had uitgesproken. Hoe schat u in dat het gaat aflopen? Ja, het is moeilijk om daar voorspellingen over te doen. Maar ik hoop dat wij in ieder geval die kans wel krijgen om het Amsterdamse probleem in Amsterdam ook op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan is dat echt een tegenvaller. En dan zullen we toch moeten kijken hoe we het probleem wel onder de knie gaan krijgen. Dan is het een stap terug, maar dan gaan we in kleine stapjes vooruit. Oké, nou, laten we hopen dat die Tweede Kamer misschien bij zinnen komt. We gaan praten over iets heel anders. De zorg houdt ook veel Amsterdammers bezig. Er komen forse bezuinigingen aan en er gaan allerlei zorgtaken van het Rijk naar de gemeente. Dat is vanaf 1 januari het geval. En wat hoorde ik deze week, of dat las ik in de krant, het Parool. Het aantal wijkverpleegkundigen is eigenlijk te weinig. Dus Femke Roosma, wat dacht u toen we dat hoorden? Ja, dat was wel even schrikken, want het is nog maar minder dan 3 maanden voordat de zorg echt overgaat naar de gemeentes. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in de wijk. Het is een spil van het wijkzorgteam. Wat doet dat zorgteam dan? Nou, die signaleert problemen die er in de wijk spelen bij ouderen, bij gehandicapten. En die verwijst ook door naar zorg.
En de wijkverpleegkundige is daarvan de spil. En als er daarvan tekort zijn, dan trek je eigenlijk de pin uit het hele zorgsysteem. En dan stort dat helemaal in. Ja, en Maarten Poorten, weet u misschien hoe dat komt, dat er te weinig wijkverpleegkundigen zijn? Want we zagen dit toch al lang aankomen, toch wel, die decentralisatie. Ja, we vragen ook al heel lang om de terugkomst van de wijkverpleegkundigen. Omdat we nou juist geloven dat een hoogopgeleide, HBOV-diploma, verpleegkundige die alle facetten van de zorg kan overzien, heel goed is voor de buurt. En daar praten we al jaren over. Dus het is echt niet van vandaag of gisteren. En daarom is de verrassing zo groot dat de instellingen, de zorgverzekeraars, maar ook de wethouder hier niet harder aan getrokken hebben. Ja, moet u nu niet om uitstel gaan vragen bij uw eigen staatssecretaris meneer Van Rijn? Want het probleem is dus heel groot in Amsterdam. Nou ja, uitstel wordt vaak genoemd, maar dat lijkt me niet verstandig. Want als je nu gaat uitstellen, gaat alles weer trager lopen. En volgens mij moeten we wel door. 3 maanden voor tijd. Dus echt heel kort. Terwijl we nu al weten dat de boel in de soep loopt? Nou, ik vind dat we moeten zoeken naar goede oplossingen. We moeten nagedenken over het opleiden van meer personeel. We moeten ervoor gaan zorgen dat verpleegkundigen die al een aantekening in de zorg hebben, zo snel mogelijk in de wijk aan de slag kunnen gaan. Maar dat duurt allemaal wel en we hebben nu een probleem. Ja, dat is ook precies de reden waarom ik gisteren spoedenwet heb aangevraagd. En daar wil ik ook heel snel een antwoord hebben van de wethouder. En de begroting is vorige maand net uitgekomen, de begroting van de gemeente Amsterdam. Daar stond ook van alles in over de zorg. Femke Roosma, heeft u nu vertrouwen in dat het wel goed gaat komen met die decentralisatie, met dit stadsbestuur? Nou ja, als ik de begroting lees, dan lees ik dat er nog steeds heel weinig bekend is over het budget wat Amsterdam krijgt. Het zijn wel grote getallen, maar het is nog niet uitgesplitst naar de verschillende zorgtaken die de gemeente straks moet doen. Dus gewoon nog steeds onduidelijkheid over wat nou precies de impact van de bezuinigingen is. En ondertussen is wethouder van den Burg al zorg aan het inkopen, terwijl hij eigenlijk nog niet weet wat het budget is. Dus ik vind het eigenlijk heel gek dat wij gewoon nog steeds niet weten wat die impact is. En dat zorgt voor heel veel onzekerheid bij Amsterdammers, die nog steeds niet weten hoeveel bezuinigingen waar ze mee te maken krijgen zometeen. En ik vind dat echt een slechte zaak. En ik vind dat ook de staatssecretaris te verwijten dat dat nog steeds niet op dit moment duidelijk is voor Amsterdammers. Meneer Poorten, deelt u die zorgen of zegt u, ja, Erik van den Burg toch een ervaren zorgwethouder, dit komt wel goed? Nou, we krijgen 2 keer zoveel geld. We hebben nu ongeveer 200 miljoen en we krijgen 400 miljoen euro in de zorg. En voor die extra 200 miljoen euro is nu geen plan. Tenminste, het plan zal er wel zijn, maar wij weten het niet als raad. En ik kom op namens de Amsterdammers om maar zo goed mogelijk. We moeten wel heel veel gaan doen, toch, voor dat extra geld? Jawel, heel veel doen. Ja, heel veel doen. En eigenlijk is het te wijden voor wat je zou willen doen. Want je wil iedereen wel zorg geven, maar we moeten het ermee gaan doen. Maar juist dan wil je zien waar wel elke euro naartoe gaat. En dat kunnen wij nu uit deze plannen niet opmaken. Dat is waar ik me druk om maak. Ik wil zo snel mogelijk inzicht hebben in waar dat geld precies naartoe gaat. Dagbesteding, de wijkteams, allerlei andere vormen van zorg. En ook inzicht krijgen in de risico's. Of het wel genoeg is, dat geld Helder. Voor Amsterdam. Ik begrijp ook dat u een plan heeft om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, eenzaamheid vind ik een van de pijnlijkste dingen die ik kan bedenken. 43% van de Amsterdammers voelt zich vaker eenzaam. 9% heel erg vaak. Dat zijn mensen die bijna nooit iemand spreken en gewoon achter gesloten deuren thuis zitten. Ja, dat kun je niet laten gebeuren. En bovendien is het vanuit zorg heel erg slecht. Mensen verpieteren eigenlijk achter de deur en komen de deur gewoon niet meer uit. Dus ik vind dat echt heel belangrijk om daaraan te gaan werken. En daarom wordt ook zo vaak opgeroepen, kijk nou eens naar uw buren en probeer eens wat voor elkaar te doen. Maar ik vind ook dat de gemeente daar wat aan moet doen. Hoe gaat u dat doen concreet? Ik heb een paar plannen ingediend. We hebben samen met D66 een plan ingediend om sneller te gaan werken aan eettafels. Samen eten in de wijk voor niet al te veel euro's vind ik een hele mooie manier om elke dag weer uit te kijken naar iets wat je samen gaat doen. En je komt er nieuwe mensen tegen, zodat die eenzaamheid wordt opgelost. En ik heb een plan ingediend om samen te gaan werken met het Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds, wat heel goed werk doet, vind ik. En wat kleinschalige projecten zoals de Boodschappen Plusbus of bezoekjes naar Artis of dat soort zaken zou kunnen gaan subsidiëren. En ik heb veel vertrouwen in dat fonds en daarom heb ik daar een voorstel voor gedaan. Mevrouw Roosma, nog eventjes over die decentralisatie. Het voelt voor mij een beetje zoals de Titanic, hè? Die ijsberg die opdoemt. Amsterdam heeft natuurlijk ook een beperkt budget. Wat kan Amsterdam nou echt beter doen om er toch voor te zorgen dat het goed gaat komen? Nou, wat volgens mij heel erg belangrijk is, is dat we juist investeren in preventieve zorg, in laagdrempelige zorg. Dat we zorgen dat mensen toegang hebben tot bijvoorbeeld dagbesteding in hun wijk, in hun buurt, zodat ze hun mantelzorger even wat rust heeft. Dus het gaat
vooral om investeren in preventie en laagdrempeligheid. En dat is eigenlijk precies wat dit kabinet niet doet. Die haalt het geld weg bij preventie en laagdrempeligheid. Die bezuinigt daarop. In plaats van bijvoorbeeld te bezuinigen op de farmaceutische industrie of de dure zorg. Dus ik zou het juist heel erg goed vinden dat wij als Amsterdam ervoor kiezen om wel daarin te investeren. Daar hebben wij ook voorstellen voor gedaan. Dus vooral in dagbesteding en in begeleiding die toegankelijk is voor iedereen. Helder. Nog even kort over een plan wat er ook aankomt voor en ook een andere kwetsbare groep, de daklozen in Amsterdam. Het plan is om het tarief voor de nachtopvang te verhogen van het is nu tussen de 3 en 5 euro naar 10 euro, het eerste jaar dan 7,50. Maarten Porter, is dat een bedreiging voor deze daklozen? Ja, dat vind ik wel. Als je door Amsterdam loopt, zal heel veel mensen opvallen dat we heel erg weinig daklozen op straat hebben. Zeker als je het vergelijkt met Parijs of met Praag of met andere steden. Dat komt omdat we zo succesvol zijn in het zorgen dat daklozen hulp krijgen die ze nodig hebben en een plek om te slapen. Als je die tarieven nu gaat verhogen tot wel 10 euro... van mensen die geen geld op zak hebben, ja, dan is de kans dat je op straat gaat slapen alleen maar groter. En ik wil veel liever dat de wethouder al zijn tijd en moeite investeert om snel de hulp te regelen en mensen weer een huis te bieden. Dus daarom vind ik dit echt een symbolische maatregel. Het zet nauwelijks zoden aan de dijk. En ik ben bang dat het echt averechtse maatregelen gaat opleveren. Maar mevrouw Roosma, als mensen echt geen geld hebben, dan hoeven ze toch niet te betalen? Nee, dat klopt. Ze hoeven dan de eerste nacht niet te betalen. Maar dan de volgende dag worden ze eigenlijk in het systeem geduwd. Dus ze moeten een uitkering aanvragen. Dat is toch positief? Nee, dat is voor heel veel mensen positief. Maar je moet je wel bedenken dat mensen die op straat leven vaak angst hebben voor zorg, voor zorgmeiden. En dat die daar helemaal niet op zitten te wachten. En dan zijn krijg bang je om in een soort ambtelijke molen terecht te komen. Ja, je hebt vaak slechte ervaringen met bureaucratie, slechte ervaringen met zorg. En die zijn bang om gelijk in die molen terecht te komen. Dus zodra je tarieven gaat eisen en gaat eisen dat mensen in het systeem komen, kan je mensen ook afschrikken. En daarnaast zijn er ook nog mensen in Amsterdam die buiten slapen, maar die geen recht hebben op een uitkering hier. En daarvan vind ik ook dat die gewoon toegang moeten hebben tot een nachtopvang en recht hebben op bad, bed en brood. En het gaat niet alleen over vluchtelingen, waar het debat vaak ook over gaat, maar ook over Europeanen die hier inderdaad mogen zijn, maar geen recht hebben op een uitkering. Ja, nou zit de SP sinds korte tijd in het stadsbestuur. Maarten Poortmer, ik kan me toch niet voorstellen, de SP komt ook altijd op voor de rechten van de zwakkeren. Ik kan me niet voorstellen dat zij voor dit voorstel zijn. Ja, dat lijkt er toch wel op dat ze dat gaan steunen. Dat heeft mij ook wel verbaasd. En daar wil ik inderdaad ook nog over praten om te kijken of we samen een tegenplan kunnen gaan indienen. Want het gaat echt, wat je zegt, over de allerzwakste van de samenleving. En de SP kwam inderdaad altijd hiervoor op. Maar het lijkt ineens anders nu ze in het college zitten met D66 en de VVD. Dus dat wordt nog spannend, mevrouw Roosma? Ja, het zou mij zeer verbazen als de SP nu niet voor het voorstel stemt van de heer Porter en mij om het tarief naar beneden te halen. Of misschien helemaal geen tarief voor sommige groepen te stellen. Want de SP was altijd degene die hier juist voor opkwam, samen met GroenLinks. En het is dan wel, ze zijn dan wel heel erg snel als een blad aan de wind of een blad aan de boom gedraaid, zeg maar. Dat zou echt heel erg teleurstellend zijn. Dus ik hoop dat de heer Porter en ik de SP nog kunnen overtuigen om voor ons plan te stemmen. Oké, ja. We gaan het zien. We praten verder met wethouder Pieter Litjens. U woonde in Kudelstaart, meen ik. Woont u inmiddels al in Amsterdam? Nee, ik woon nog steeds in Kudelstaart. Ah. In de stadsregio Amsterdam, noem ik het. Oké, ja. Dan weten mensen in ieder geval dat het in de buurt ligt. Dat scheelt een heleboel. Ja, precies. En bent u wel aan het kijken naar huizen in Amsterdam? En kijkt u ook wel eens in Noord? Ja, ik kijk ook in Noord. Ja, nou en of. Want u heeft namelijk deze week samen met wethouder Erik van den Burg besloten om een plan te gaan onderzoeken om een brug te gaan bouwen naar Amsterdam Noord. Zo liet u bijvoorbeeld weten aan het Parool. Ja, als Amsterdammer zeg ik, prachtig plan. Lekker doen, zo'n brug. Gaat dat gebeuren? Ja, dat is dus de grote vraag. Het is niet iets nieuws. We hebben vorige week hebben we met elkaar om tafel gezeten en we hebben geconstateerd dat het de moeite waard is om het nog een keer serieus te onderzoeken. Het is een plan dat tot de verbeelding spreekt. Het is al vaker geopperd. Er zijn een hoop mensen in Noord die het hebben geroepen. Het is volgens mij ook niet een plan dat heel erg nieuw is. Er wordt al meer dan 100 jaar over gepraat, over zo'n verbinding naar Noord. Sterker nog, er wordt eigenlijk al eeuwen over gepraat, maar nog altijd ligt dat ding er niet. Is dat niet ook weer zonde van het geld om weer te gaan onderzoeken? Of gaat het nu echt gebeuren? De zonde van het geld weet ik niet. Wat ik constateer in ieder geval is dat er in Noord steeds meer gebeurt. Dat Noord zich in een razend tempo aan het ontwikkelen is. En ik voorzie dat het einde nog niet in zicht is. Dat zo dadelijk ook met een
opening van de Noord-Zuidlijn er een enorme impuls gegeven wordt aan dat stadsdeel. Ja, maar die Noord-Zuidlijn wil ik even op inhaken. Ja. Want kan er niet gewoon een extra station komen? Bij Sixhaven bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk kan er een extra station komen. Alleen de vraag is, wat doe je dan vervolgens met al die fietsen en die scooters? Want die fietsen en die scooters die gaan niet in de metro. Misschien een station en een brug, of gaan we dan te ver? Nou, dat is wel erg ruig inderdaad, ja. Nee, maar het is een hartstikke mooi idee. Er zitten voordelen aan. Er is geloof ik 25 tot 60 miljoen voor nodig. Ik heb geen idee. Hebben we dat geld überhaupt? Nou ja, dat is ook maar de vraag. De vraag is, hoe ga je dat financieren? En dat is ook de reden waarom wij vorige week tegen elkaar zeiden, laten we nou eens kijken of we dat kunnen onderzoeken. De financiële haalbaarheid, de technische haalbaarheid, levert het veiligheidsproblemen op bijvoorbeeld? Dat zou ook zomaar kunnen. De toegevoegde waarde voor verkeer. Er zit ook een iconische waarde aan, net zoals die prachtige Erasmusbrug een iconische waarde heeft voor Rotterdam. Is het niet gewoon een mooi prestigeproject van twee VVD-wethouders dan? Nee, het is geen project. Wij zijn een verkenning aan het doen. Ik merk dat er vrij veel draagvlak en enthousiasme voor is in ieder geval. Dus als het gaat om een project, dan is het een project voor Amsterdam. En is het een project voor Amsterdammers. En niet alleen maar Amsterdammers in Noord, maar ook Amsterdammers aan de zuidkant van het IJ die graag Amsterdam-Noord eens een keer op de fiets willen bekijken. Dat nu overigens ook kunnen doen, maar dan een stuk makkelijker. En het is verstandig als je weet dat dat soort ideeën iedere keer weer naar boven komen, om dan toch eens te kijken of het haalbaar is. En niet luchtfietserij te laten zijn, maar ook echt te kijken naar de financiële haalbaarheid en de technische haalbaarheid. Wanneer kunnen we de uitkomsten van dit onderzoek verwachten? Ik hoop dat wij daar in het begin van 2015 wat meer over kunnen gaan zeggen. Goed, de Lidjesbrug misschien dan. Dat lijkt me heel onverstandig. Nog even over de Noord-Zuidlijn. 2017, dan moet je gaan rijden. Heeft u daar eigenlijk garanties op? Gaat dat nou ook echt gebeuren? Nee, ik denk dat het heel onverstandig is om op zo'n project, zo'n ingewikkeld project, garanties te geven. Luister, kijk. Wat ik constateer... Ooit gezegd dat hij in 2011 af was? Ja, dat weet ik. En toen hebben we het jaren weer uitgesteld. Het moet nu toch eens een keer gaan gebeuren. Ja, het moet ook gaan gebeuren. En wij zullen ook echt... Ik zet alles op alles om ervoor te zorgen dat het in oktober 2017 het geval is. Maar het is misschien ook goed, kijk, die ruwbouw is nou af. Hè. Die tunnels die zitten onder de grond en die stations die zijn grotendeels klaar. Maar waar kan het eigenlijk nog misgaan nu? Nou, in een heleboel ingewikkelde dingen die nu moeten plaatsvinden. De afbouw van zo'n tunnel is niet eenvoudig. Er moeten een heleboel systemen in, ICT-systemen, veiligheidssystemen, signaleringssystemen, verkeersgeleiding, et cetera. Ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn. De ondertunneling bijvoorbeeld van de A2 bij Leidse Rijn, maar ook de A73 in Noord-Limburg. Die laten zien dat dat geen eenvoudige klussen zijn. Nee, dus we zijn nog niet helemaal er gerust op dat in 2017 gaat lukken, begrijp ik. Maar stel, hè, het lukt wel, of hij komt er misschien begin 2018, laten we een beetje wat ruimer denken. Wat gebeurt er dan eigenlijk met het bestaande OV-netwerk? Gaat dat een beetje veranderen? Ja, dat gaat zeer waarschijnlijk wel veranderen. Op het moment dat je een hele drukke verkeersader van Noord naar Zuid-Amsterdam onder de grond legt, dan kan het niet anders zijn dan dat consequenties heeft voor het openbaar vervoer boven de grond. Ja, moet ik dan aan denken? Verdwijnen er bussen, tramlijnen? Nou ja, kijk, binnenkort gaan wij met de gemeenteraad praten over de lijnennetvisie voor de toekomst. En wat wij constateren in ieder geval is dat er zijn een paar varianten doorgerekend. In de meest extreme variant... Maar kunt u het iets concreter zijn? Want nou ja, is er een lijn waarvan u nu al kan zeggen, nou die kan zo weg als die Noord-Zuidlijn. Nee, die trams door de Leidse straat, die gaan sneuvelen. Er rijden drie trams tegelijk. De Leidse straat is niet precies het tracé waar de Noord-Zuidlijn rijdt. Dus het is misschien ook goed om daar naar te kijken. Het lijkt weinig logisch in ieder geval om onder de grond en boven de grond over hetzelfde tracé dezelfde lijnen te laten rijden. Maar er is misschien nog iets anders. Op dit moment rijden er vanuit Amsterdam-Noord per etmaal zo'n 3000 bussen heen en weer door de IJ-tunnel. Per etmaal. Die grotendeels achter elkaar aansluiten voor een stoplicht. En in een lange rij van 30 staan te wachten voor een stoplicht. Tot ze, als het op groen gaat, weer per 3 door kunnen rijden naar Amsterdam Centraal. En naar Kudelstaart, dat is toch ook belangrijk? Ja, maar dat is ook inderdaad belangrijk. Maar ik zou niet weten waarom die bussen uit Noord zo dadelijk niet kunnen stoppen. Of die bussen uit de Zaanstreek, uit Horen, uit Purmerend, noem maar op. Niet kunnen stoppen op station Noord. Daar de mensen eruit kunnen laten. Die vervolgens op de metro stappen en sneller op Centraal zijn dan ze anders met de bus zouden. Ja, maar geweest. Dat wordt dan wel overstappen. Ja, ik weet het niet. Ik zou graag met de bus vanuit Kudelstaart naar station Zuid
worden gebracht om daarover te stappen op de metro, dan dat ik moet doorrijden met de bus door heel Amsterdam naar Centraal Station. Maar ook als u slecht te been bent, dan denkt u misschien, ik zit lekker in die bus. Laat maar we hebben liften in de stations voor de Noord-Zuidlijn bedacht. Oké, okay, we gaan het zien. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Parkpolitiek. Femke Roosma, bedankt. Pieter Litjens, wethouder verkeer. En Maarten Poorter van de PvdA, bedankt. Ja, tot zover dus Parkpolitiek. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken. En nog een heel fijn weekend.